Eigenlijk zit je, behalve een kleine fase op het eind van het tweede kwart en een klein stukje in het vierde kwart, zit je er niet in. Nou ja, dat is eigenlijk niet iets wat we willen zien en daar kun je wedstrijd niet op winnen. Is dat ook jouw analyse, Jeroen? Ja, de korte analyse inderdaad. Ja. Maar we waren gewoon niet scherp genoeg vandaag. Ja, als we de kleine dingetjes niet goed doen en het helpt natuurlijk niet dat we zonder Yveske gespeeld hebben vandaag. Ja, die kwam er ook nog even in het vierde kwart en mocht eigenlijk gelijk weer gaan zitten. Dus je hebt eigenlijk de hele tweede helft zonder haar. Die derde en die vierde fout, die hebben ons een beetje genekt. Want dan moet je anders gaan spelen en je hebt Yveske nodig in dit soort wedstrijden. Dus daar moeten we gewoon slimmer mee omgaan. En iedereen nog. Dus ik ben niet de laatste die hier over individuen gaat praten. We waren vandaag als team gewoon niet agressief genoeg. Dan toch geven we de Mirte zo'n driepunter, dan nog geven Charlotte zo'n driepunter. Ja, ik snap dat niet. Ik snap het niet. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk ook play-offs, Jeroen. Hè? Dus je hebt nu met je team gewoon een hele korte tijd om terug te veren. Is dat iets wat jouw ploeg kan, denk je? Ja, dat denk ik wel. Je mentale weerbaarheid. Kijk, het mentale stuk is wel iets wat bij iedereen altijd beter kan natuurlijk. Maar we hebben wel al veel laten zien dat we uit een moeilijke situatie goed kunnen presteren. Denk aan die wedstrijd hier voor die vierde, vijfde plek tegen Landsmeer thuis. Die ging ergens om. Deze wedstrijd gaat ook ergens om, maar er is niks, zoals ik zei, er is geen man overboord als je verliest. Want de eerste team die twee wedstrijden wint, gaat door. En ik heb het al twee keer eerder meegemaakt in Den Bosch, dat we thuis voordeel in de eerste wedstrijd verloren en uiteindelijk alsnog doorgingen. En dat gaan we ook zeker benoemen op de training, dat we daar ook gewoon vol voor gaan. Het is een zure, hoe zeg je dat, een zure appel. Ja. Maar zoals ik al zeg, je moet twee winnen om door te gaan. Ja. Hey Ronnie, je ziet, je komt eigenlijk heel goed uit de startblok. Hè? Je begint fris met heel veel energie. Je komt op 7-0, zeg ik even uit mijn hoofd. Of 5-0 in ieder geval, iets in nieuw. 5-0, heel snel 5-5. 5-5 wordt heel snel. Maar daarna zak je in. En dan, wat ik in ieder geval, waar wij het ook in het commentaar het over hadden, is je mist op dat soort momenten de natuurlijkheid dat je ook die bal inside kan krijgen. Is dat een beetje ook wat jou betreft de key, Ik denk wel dat we dat kunnen, want dat hebben we vaak zat in deze wedstrijd laten zien. Maar we hadden een minuut of 3-4 dat we alleen maar dat we handbal aan het spelen waren. En dat we dan een driepunten schieten. En die vielen niet. En ja, als je mijn time-out hebt gehoord, dan is dat ook benoemd. Van we moeten een balans vinden tussen de basket aanvallen en de drietje schieten. En ik denk dat we de laatste 3 minuten van de tweede kwart wel die basket gingen aanvallen. En dan zijn het hele andere schoten dat iemand in de bucket komt en die kick naar buiten geeft. In plaats van dat je de bal van de top krijgt en je moet daarna het vizier nog scherp stellen. En dat is iets wat we gewoon een betere balans in moeten hebben. Ik vond met name, je ziet ook Crazy vindt een paar keer Julia inside. Ja. En daardoor ontstaat er veel meer end scores van Julia. Maar ook de inside out. Toen kwamen we terug tot 6 of 4 of zo. Toen zat er even meer agressiviteit in de verdediging. Landsmeer moest even gaan zoeken. Ja, dan scoor je. Nou, speelt 2 goede aanvallen, scoor je even niet. En dan is het gelijk weer naar die 11 punten. Dat vond ik wel jammer. Kijk, we hebben wel natuurlijk heel erg pech dat bij hun iemand een paar ballen erin schiet die er niet heel veel inschieten in het seizoen. Ja, zo'n Epiphany Etienne bedoel je dan? Ja, maar oké, je hoorde wel Marloes aan de zijkant te zeggen bij elk misschot van een goed schot. Dus dat vertrouwen kreeg ze om die bal en ze schoot die ballen erin. Alle complimenten daarvoor, maar daartegen hebben wij denk ik 5-6 open layups gemist. Ja, dat, okay, dat kan, maar dat mag op dit niveau niet. Ja. En dat, zoals ik al zei, voor de wedstrijd, de details maken het verschil. Of dat je ronde doorgaat, ja of nee. En dan moeten die easy finishes moeten erin. Die concentratie, rotaties, die moeten erin. En je zag op het einde ook, Julia was helemaal kapot. Die kon eigenlijk bijna niet meer. Lisanne zat er op een gegeven moment doorheen. Dus ik ben blij dat we 2 dagen rust hebben in plaats van 1. En zoals ik al, play-offs, dus we moeten door. We moeten terugblikken, maar dit misschien wat dingetjes aanpassen en we moeten zaterdag gewoon voor die winst gaan. Hoe ziet jouw programma naar zaterdag eruit? Is dat 2 keer trainen, 1 keer trainen?
Nee, vrijdag trainen we. Ja, dus morgen rust spelen. En dan vrijdag trainen we zaterdag spelen. Vrijdag voorbereiden, ja, we gaan niet heel veel doen. We gaan nu 5 tegen 5 spelen of zo. Gewoon veel schieten, wat puntjes op de i zetten. En dat de benen vers zijn, fresh zijn voor zaterdag. Nou, veel succes zaterdag. En wij hopen in ieder geval weer maandag jou hier weer op deze plek te hebben. He? Daar gaan we voor, ja. Ja. Okay. Boek de kooi maar alvast. Dat ga ik doen, Jeroen. Gaan we doen.